Ja, dat is belachelijk natuurlijk, hè? Zeker bij school. En als je leest hoeveel rotzooi er tegenwoordig hier gedumpt wordt, ja, dan is het eigenlijk godsgeklaagd. Je komt aanrijden en je ziet al die linten en je bent toch een beetje bang dat er iets op school ook aan de hand is. Dus ja, dat was wel even schrikken. Ja, dat dat dicht bij de school gebeurt is natuurlijk triest. Dus we hebben eerst besproken van wat moeten we doen. Moeten we ontruimen, ja of nee? Het advies was dat niet nodig was. Dus, want het busje stond er ook al langer. Dus vandaar. Dus ouders zijn op de hoogte dat ze even om moeten rijden. En kinderen hebben eigenlijk de boel eigenlijk afgesloten. Dat kinderen hebben niet direct zicht op. Dat het, toch, het is natuurlijk een hoop sensatie dat de lessen gewoon door kunnen gaan. Ik heb ook zoiets van, moeten ze dat dan echt zo bij een school midden in een dorpsplein wegzetten? Allee, ja, ze moeten het nergens wegzetten natuurlijk, maar dan nog helemaal niet bij een school, vind ik. Ja. Jongen, wat mensen elkaar aandoen. Nee, ik ben hier niet blij mee. Ik ben maar heel eerlijk.